ben Bruun van der Stuit. En er was mij gevraagd in het kader van 75 jaar Sportraad Delft om als gastheer op te treden en de zaken aan elkaar te babbelen hier vanmiddag bij Fullspeed. Nou, we hebben hier een geweldig feest met elkaar. 75 jaar Sportraad Delft en dat in de Sportweek. Dat is natuurlijk prachtig. We bestaan inderdaad 75 jaar. We zijn opgericht in 1948. Toen was het natuurlijk na de oorlog en er waren allerlei zorgen over gezondheid en over sporten en er waren weinig mogelijkheden. En toen is eigenlijk vanuit de oude traditie van saamhorigheid kwamen bij elkaar en die hebben in de Boudon. De Boudon is een kroeg op de Oude Delft. Hebben ze een soort reglement gemaakt met elkaar. En dat reglement is uiteindelijk vertaald in de oprichtingsakte van de Sportraad van Delft. En dat betekent dat vanaf dat moment er een vereniging van verenigingen was die ervoor zorgde dat er een serieuze gesprekspartner voor de gemeente ging ontstaan. Dat is eigenlijk kort en goed de achtergrond van het ontstaan van de Sportraad. Zometeen bieden wij een boekje aan en dat boekje geeft helemaal precies aan niet van jaar tot jaar, maar wel qua decennium, wat er in die periode gebeurd is. En dan zie je dat er allerlei verschillende varianten zijn qua, laten we zeggen, aandacht. Dus de ene keer gaat het meer over accommodatie, de andere keer gaat het meer over de samenstelling en dan gaat het weer over de levensvatbaarheid van verenigingen. Maar de consistente lijn is, de belangen van de verenigingen die moeten boven tafel blijven. Wat voor ons heel belangrijk is dat mensen ook zien dat sporten leuk is. Dat je ook met zo'n sportweek kijkt, wat past nou bij mij? En ja, dan is het mooi dat we dat van twee kanten uit heel erg propageren in de stad. Met de hoop dat heel veel mensen gaan sporten en lid van een vereniging worden. Dat is wel eens anders geweest. De belangen van de sporters en de financier is niet altijd gelijk. Dus we hebben wel eens discussies over accommodaties, over waarom moet de sportpark Brasserskade weg, waarom kan er niet een nieuwe locatie komen op Kerkpolder, hoezo zwembad Kerkpolder niet uitbreiden, waarom moet Sportfonds het bad aan de Weteringlaan weg. Dus die discussies hebben we, maar daar zijn we ook voor. Dus we zijn ervoor om met elkaar het beter te maken. En ik moet wel zeggen, dat kunnen Karin en de huidige sportraad in ieder geval redelijk goed. En dat betekent ook dat de relevantie van de sportraad groter is dan dat die ooit was. Nou ja, kijk, wat de sportraad doet is ons als gemeente ook scherp houden wat er in de sport in Delft nodig is. Dus niet per vereniging, maar het totaal. En dus dat heeft ertoe geleid dat wij echt een stevig investeringsplan sporten hebben. Dat we ook de sportweek organiseren, een sportakkoord hebben. Ja, daar is de sportraad voor ons een hele belangrijke partner in. Nou ja, wij kijken niet langer dan dat we kunnen overzien. Dus we zijn bezig met het ontwikkelen van een visie. En die visie die zegt eigenlijk, we zitten in een moeilijke tijd, want het verenigingsleven kalft af, hoe kan je daar nou wat aan doen? In ieder geval moet je ervoor zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn. Dus waar zetten wij als sportraad op in? Op bereikbare, betaalbare, bruikbare en toegankelijke accommodaties. En die vier kreten, die vier woorden, die vind je eigenlijk overal steeds terug. Dus als wij naar de komende jaren kijken, dan vinden we eigenlijk dat vitale sportverenigingen is een middel om een doel te bereiken, namelijk het bevorderen van de gezondheid van jongeren en oudere mensen middels bewegen en sporten. Ja, daar is die sportweek voor bedoeld. Hè. Dat is het moment in het jaar waarin we dat allemaal laten zien. Tegelijkertijd zie je dat een organisatie als Haaglanden Beweegt ook door het jaar heen in de wijken ook probeert om kinderen aan het sporten te krijgen. En ook dat is heel belangrijk. Henk van der Beek, jij hebt een mooie sportcarrière achter de rug en met name bij DHC. Kan jij eens vertellen hoe jij bent begonnen bij DHC? Nou, dat was dus dat ik lid ben geworden bij DHC. Dat was zelfs in de oorlog, in 1941, toen was ik 12 jaar.
Dus die oorlog zijn we doorgekomen enzovoort enzovoort. Toen was die oorlog afgelopen. En toen speelde ik in DHC in de junioren. En waar je dus de kantine had en de tribune. Daar stond meneer Doyer, Piet Doyer, oud voetballer van DHC. Hij zei, ik heb een vraag aan je. Ik zeg, nou ja, zeg het maar. Hij zegt, wil jij reserve zijn bij het eerste? Dan neem ik je even mee naar de kleedkamer. Dus ik met hem mee. Daar zitten al die gasten. Ook die daar op die grote foto zitten, waren er ook een hoop bij. En toen zegt hij, hij zegt, mannen, hij zegt, het is Henk van der Beek. Die is vandaag reservekeeper. Hoe oud was jij toen, Henk? 18 jaar. 18 jaar, oké. Okay. Ik was 18 jaar. En nou ja, ik ging me ook uit omkleden enzovoort enzovoort. Dus dat elftal ging het veld op. En nog een paar reserves waren erbij. En ik liep daar achteraan. En dat veld was uitverkocht. Dus je keek zo omheen. Ja. Hé? Maar goed, die wedstrijd wordt gespeeld. Blauw-wit in de aanval. En wat gebeurt er? Er komt een blauw-witter, die komt er doorheen. Met de bal. En Piet Boot, die laat zich op de bal vallen. En die blauw-witter, die schopt per ongeluk door. En die raakt zijn arm. Dus hij kon niet verder. Dus die trainer die er stond, Bob Stam, die stond. Henke! Invallen, kom op. Dus, nou ja, ik zou je eerlijk vertellen, ik krijg daar nog de rillingen op mijn rug. 18 jaar ben je. En dan voor zo'n, nou, bijna 10.000 mensen die daar. En die applaudisseerden omdat ik in die goal moest. Kan ik nooit van mijn leven vergeten.